Good afternoon, Amsterdam, and welcome live downtown at the Harbor Club for today's heavyweight selection show. My name is Todd Grisham, and this is the year of the Glory Grand Prix. Op 9 maart is de eerste Glory Grand Prix, een achtmanstoernooi in de zwaargewichten. Vandaag in de Harbor Club was de loting en zo weten we eindelijk wie er tegen wie gaat vechten. I'm just going to pick the highest ranked guy. Within the rankings, and that's Soufiane Laoudouni. Right, Soufiane Laoudouni, the fourth fight of the night. He will face the king of kickboxing. Rico, we hebben net de loting gehad. Jij ging recht op je doel af. Leg uit. Nou ja, ik denk, laat ik in ieder geval geen twijfel mogelijk in die eerste keuze. We nemen gewoon de hoogst gerankte. Dan zou je denken dat er geen discussie zouden zijn. Maar... je weet het nooit. Ik denk dat we het uiteindelijk nooit helemaal goed doen. Dus, maar dat was in ieder geval voor mij dat ik denk van nou, weet je, laat ik dan gewoon wat ik persoonlijk de beste vind die daar op dat moment stond. Laat ik die gewoon uitkiezen. En dan het mooiste was dat ik ook nog een appeltje te schillen heb met hem. Omdat hij Benny natuurlijk de laatste keer verslagen heeft. Dus het zijn meerdere vliegen in één klap. The top seed in the tournament, Rico Verhoeven taking on Laoudouni. The Netherlands versus France. Ik krijg van deze Grand Prix eigenlijk wel een beetje kriebels. Die ringen die ze in die trofee hebben. 8 vechters die tegen elkaar gaan vechten. Geldt dat voor jou ook? Want je bent al 10 jaar kampioen. Is dit een nieuwe impuls in je carrière? Ja, kijk, het is leuk om jezelf op een andere manier te testen. Dus we hebben dit spel al 10 jaar op deze manier onder controle. En het gaat zo goed. En we genieten er nog elke dag van. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar ja, dit brengt wel weer een hoop spanning met zich mee. En waarin je normaal gezien Rico Verhoeven 1 keer op de avond ziet, aan het einde van de avond pas, ga je hem in dit geval 3 keer op 1 avond. Het lijkt wel een aanbieding. Ze hebben 3 halen, 1 betalen. Dus daarin denk ik vooral dat de fans sowieso de winnaars zijn. Look at the board. Where do you want to go? I go for number 1. First fight of the night against Uku Yurendal. That's going to be a banger. Levi, jij mocht als tweede kiezen en je koos meteen voor degene die Badr Hari versloeg. Ja. Waarom? Maakt het een beetje spannend, toch? Ja. Nee, ik had niet echt een keuze van tevoren wie ik zou gaan kiezen. Ik heb het een beetje op dat moment gedaan. En ik had die wedstrijd wel nog een beetje in mijn hoofd tegen Badr. En hij kan hard slaan, hij is sterk. Maar ik denk dat dat niet genoeg gaat zijn om voor mij te winnen. En ik zie gewoon... genoeg kansen. In our first fight of the night, Levi Rickers versus Uku Yurendal. Je zegt, ik heb er niet veel over nagedacht. Ben je helemaal niet bezig met hoe je tactisch door zo'n loting heen gaat? Je kiest nu wel de eerste wedstrijd, dus je hebt het langste rust. Is dat iets waar je over nadenkt in deze afgelopen week? Tuurlijk, ik heb erover nagedacht, maar ook dat heeft allemaal zijn voor- en nadelen. Weet je hebt lange rust, maar dan bij de laatste wedstrijd heb je weer een beetje, kan je warm blijven. Dus ja, wat ik zeg, ik heb gewoon op dat moment een beetje gekozen en gewoon op gevoel. Where do you want to go, Cookie Asaro? I'll go for the second fight of the night. So you want to take on the Golden Wolf? Yes. Ooh, Cookie Asaro versus Rajab Zadeh. Cookie, je had niet veel meer te kiezen. Nee. En je koos voor iemand waarvan veel zeiden, oh, met hem wil ik echt niet loten. Toch koos je voor Rajab Zadeh, waarom? Hoe groter de risico, hoe lekkerder als je wint. Ik zei van de week tegen iemand van, het maakt me eigenlijk niet uit wie ik tref. Ik tref liever de meest gevaarlijkste. Al in de eerste ronde, dan heb je dat gehad. Dus ja, ik zag zijn naam staan. Ik zag de naam van Nebel staan. En ik dacht, ik kan ook voor Nebel gaan, dat is ook gevaarlijk. Maar ik dacht, ik ga voor Rajab Zadeh, want er zijn 3 jongens van de gym die van hem hebben verloren. Dus ik kan het nog recht trekken voor de gym. Our second fight of the night. Tariq Osaro and the Golden Wolf. Barim Rajab Zadeh. Only 1 professional loss in his entire career. Die linkerkant van de tournament, die bracket, daar zitten wel allemaal rammers in. Hoe verloopt jouw weg naar de finale? Want als je wint van Rajab Zadeh, dan kom je tegen Yurendal of tegen Richters te staan. Ook geen kleine jongen. Nee, allebei grote jongens. Tegen Leef heb ik al gestaan, helaas verloren. Dus het zou mooi zijn als ik mijn revanche in de halffinale tegen hem kan
krijgen. En het allermooiste scenario zou dan zijn de finale tegen Rico en daar ook mijn revenge halen. Maar ik focus me eerst op Rajabzadeh. Dat is voor nu mijn grootste zorg en wie ik daarna tref. Ik ben gewoon ready aan het maken voor iedereen. You told me yesterday the one guy you didn't want to fight was him because you guys are basically best buddies and you train in the same gym. What's going to happen when you have to face him in the first round? For Nabil? Yeah. Nah. he's the only one by himself. You have to go fight him. Ja, wat moet ik hierover zeggen, jongens? Het is gewoon heel lastig. Nordin Mahdin is mijn broeder, trainingspartner. Maar laten we vooropstellen, ik vecht tegen iedereen. Echt waar, van de gym, maar van niet van de gym. Ik vecht tegen iedereen, maar het moet voor iets zijn. Kijk, je weet dat dat een band gewoon beschadigd wordt na zo'n partij. Dus ja, het moet wel voor wat zijn. En ik vind ook vanuit Glory vind ik het ook echt dramatisch dat ze niet iets met de gyms gedaan hebben. Van, hey, jullie komen van dezelfde gym. Jullie zouden elkaar niet kunnen treffen in de kwartfinale. Ja, zoiets is wel gezegd, maar ja. Ik ben er echt gewoon niet tevreden over. Nou is het werk en heel veel mensen die misschien niet dit mee moeten maken als jij, die zullen zeggen, ja, maar ja, dit is je werk. Hoe kan een band dan beschadigen? Hij kan misschien ook wel sterker worden, of niet? Tuurlijk, kijk, Nordin is daar. We hebben gewoon dezelfde chemie. Snap je? Kijk, je hebt sommige vechters op de sportschool. Je traint samen, je praat een beetje samen, maar that's it. Nordin, pak je nog bewijzen van de spa samen, lachen. Het is gewoon echt een goede band. En ja, kijk, het gaat sowieso een halve fight worden. Dat kan ik je verzekeren. Maar dat is toch iets voor de halve finale of de finale. Niet voor de kwartfinale. Ja, dat wordt ook een knalpartij met eigenlijk twee vrienden tegen elkaar. Dus dat is voor hun al wat minder natuurlijk. Maar uiteindelijk zei ik net ook tegen Noor van, ja, uiteindelijk business is business. Je weet als je zelf in dezelfde business zit en allebei in de top 10, dan weet je dat er een keer een kans komt dat je tegen elkaar moet opnemen. En dan is het gewoon, op het moment dat je aantikt, is het zakelijk. En op het moment dat de laatste bel gaat, dan ben je weer broeders, hopelijk. Don't smile. Kijk, het is natuurlijk een eer, hè. Rico kiest niet voor mij, Koekie kiest niet voor mij, Levi kiest niet voor mij. Ze weten dat ze gewoon wat te verliezen hebben. En ze weten ook hoe laat het is. Dus ja, kwartfinale. Het is het gewoon, in mijn ogen niet waard om zo'n band voor een kwartfinale te beschadigen. The top 8 heavyweights in the world square off. Who can win 3 fights in one night and become Glory's first ever one night 8-man heavyweight Grand Prix champion? Toen je die hele bracket compleet zag worden, wat dacht je toen? Ik dacht, ik kan Rico in de finale tegenkomen. En dat is natuurlijk de droomscenario. Hoe is voor jou deze hele setting? Glory pakt het heel groot aan. Jullie hebben allemaal een ring gekregen. Jullie kunnen straks de ringen van de tegenstanders winnen. Hoe beleef jij deze hele voorafgaande weken aan de Grand Prix? Ja, ik moet zeggen, sowieso mijn carrière de afgelopen jaar is al een hele belevenis op zich. En dan nu met het toernooi erbij en dan met die ringen, een soort Super Bowl-achtige iets. Ja, het is gek om onderdeel hiervan te zijn en samen geschiedenis te schrijven. Dus ja, heel veel woorden die dit kunnen beschrijven. Maar ik denk vooral dankbaar dat ik dit mag meemaken. Er is één naam die heel veel mensen vinden dat hij in het toernooi moet. Dat is Jamal Ben Sadiq. Die zit er uiteindelijk niet in. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is geen discussie toch? Dat is niet meer dan logisch. Uiteindelijk iedereen die er hoort te staan, die staat erin. En ja, die hebben ervoor gevochten. Die hebben zich gekwalificeerd. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus hij had sowieso een straf die hij moest uitzitten. Omdat hij natuurlijk doping gebruikt had. Dus, en ik denk eigenlijk dat hij sowieso nog heel goed is weggekomen met 15 maanden. Dus dat ze dan is het weer Rico die misschien weer heel eerlijk is. Dus zeggen, dan kom je eigenlijk sowieso goed weg. Want dat is ook niet de eerste keer. Dus ja, voor hetzelfde geld word je gewoon überhaupt uit de organisatie gegooid. Of voor hetzelfde geld krijg je 2,5 jaar straf of langer. Dus ja, ik snap niet zo goed eerlijk gezegd waar de discussie vandaan komt. Hoe gaat straks de knop om? Want die moet wel om. Ja. Ja. Ik vecht tegen iedereen. Voor mij is het business. Als je mij maar met rust laat, oké? dat weet ik nog niet. Dankjewel, man.